Meneer de minister, meneer de voorzitter, ik heb zelf op de luchthaven gewerkt en het ligt mij nauw aan het hart. En job verliezen, ik weet maar al te goed wat het is. Hè. Sabena, 10.000 werkmensen die een job verloren zijn, 10.000 families die in de onzekerheid leven. Nu is het voor de mensen van Thomas Cook het geval. Mensen die zich jaren ingezet hebben voor een bedrijf en nu op straat gezet worden. Al 3 weken wordt er hierover gedebatteerd en wordt er vragen gesteld rond Thomas Cook en elke week opnieuw stellen we vast dat er nieuwe lijken uit de kast komen. Mensen vertrouwden op het management, mensen vertrouwden erop dat de werkgever er zou zorgen dat zij toch nog zouden een job hebben. Eerst hebben we die 75 gehad, dan daarna die 500. Vorige week horen we dat er 5 miljoen getransfereerd is naar Engeland. Wat zien we van deze morgen in de pers? Dat de directie om zijn eigen vel te redden de statuten gewijzigd heeft op de dag voor het faillissement om de nieuwe vennootschapswet die u doorgevoerd hebt, om ervoor te zorgen dat zij vrijgesteld worden en beperkt aansprakelijk zijn. Dus maar voor de werkmensen is er geen zekerheid, maar er is wel zekerheid voor diegenen die het voor de bestuurders. Wacht even. Dus, maar ik heb deze morgen nog een werknemer gebeld. Die mens heeft 25 jaar dienst. 25 jaar dienst. Die gaat nu aan de werkloosheid komen en die zal een geplafonneerde vergoeding krijgen van 12.000 euro. Als er een doorstart had geweest, dan had die mensen misschien kunnen een job behouden of een ontslagvergoeding krijgen. Mijn vraag, meneer de voorzitter, is: kunnen we de statuutswijzigingen van 26 september en de overdracht van die 5 miljoen euro geannuleerd worden als frauduleuze daad? Ten tweede, bent u akkoord dat uw nieuwe wetboek vennootschapsrecht de kant kiest van het management in dit verhaal, dat het hen toelaat voor failliet te kiezen en zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen? Wat betreft de nieuwe vennootschapswetgeving, mocht die van toepassing zijn in dit geval, wat ik niet weet, en ik ga niet ingaan op uw vraag, mocht het hier dus gaan, wat ik niet weet en waar ik niets over wil zeggen, maar mocht het hier dus gaan om de bedriegelijke overheveling van gelden, dan is het voor de curatoren in wiens taak ik mij niet wil bemoeien, niet zo moeilijk om zonder met die aansprakelijkheidsbeperking die loopt tot 12 miljoen rekening te moeten houden. Meneer de minister, dan zou ik toch graag hebben dat u dan nog verder onderzoekt of dat het zo is. Het is toch wel heel eigenaardig dat dit gebeurd is de nacht voor het faillissement. Dus dat is niet zomaar en de mensen stellen zich daar heel veel vragen bij. Dus wij willen toch dat dit onderzocht wordt en wij willen dat u uw verantwoordelijkheid neemt in die zaak en dat de werknemers nu het gevoel hebben een mes in de rug gestoken te worden. En ik zal als PvdA altijd de werknemers blijven verdedigen en steunen in hun strijd voor een job. Thank you.